Zo hebben we er nog vier over bij elkaar. En die gaan... Schakel nummer 7, galop nummer 7. Nu de Z-Turf-bocht door. Leiding in handen van Mr. Vredebest. Magnum de Liton houdt de drukte aardig op. Derde plek is nu voor Jace Renka. En op de vierde plaats ligt Michael W. Halverwege de rechte lijn overzijde staat de koploper behoorlijk onder druk. Mr. Vredebest, hij wordt steeds sterker aan de buitenzijde. Magnum de Liton, tussentijd 17-4. Daarachter aan de relingzijde Jace Renka. Gaat nu ook naar het tweede spoor en dan Michael W. Paarden gaan de laatste bocht in. Ja, nog altijd leidt Mr. Vredebest. Daar gaat aan de buitenkant Magnum de Liton ietsje gas terugnemen. Heeft wat moeite met die bocht en dat is precies halverwege de Tjarda-bocht. Daarachter gaat nu naar het derde spoor Jace Renka. En de vierde plaats is voor Michael W. Jonker, prijs M. De paarden komen in de laatste rechte lijn en het is Mr. Vredebest die leidt. Mr. Vredebest is er nog niet. Aan de buitenzijde komt de aanval. Klap nummer 8. Komt de aanval van de twee paarden die nog over zijn. Mr. Vredebest, daar komt Magnum de Liton in het midden van de baan. Die probeert alles. 13-8 de laatste 500 meter. En het is weer de Magic Hands van Bas Krebas. Zij is er overheen. Hij wint Magnum de Liton. Tweede plaats daarachter is voor Mr. Vredebest. En plaats 3 voor Jace Renka. 15-8 voor de winnaar. En de winnaars van de eerste klassieker van vandaag, de Jonkerprijs M, zijn inmiddels officieel. En dat zijn Magnum de Liton en Bas Krebas in de winnende kilometertijd van 1.15.8. Heel mooi. Dank. Ben is er even bij, kom. En met paard ook. Ja, hier ook even. Bas, gefeliciteerd. Je kondigde hier vorige week aan. Ik ga de Jonkerprijs winnen. En je hebt het woord gehouden. Ja, ja zeker. Ik ga het eigenlijk vandaag met... Marco Zwis, maar hij was ziek. Maar deze was vorige keer al goed gesprongen. Maar toen was ook ten aanval, anders is hij misschien al 5 geworden. Astrid heeft hem even nagekeken. Nou, hij is zo goed vandaag en lucht te koop deze. Dus super. Nee, ik denk, ga er niet achter, Rick. Ik denk, druk houden. Dan sterf ik in schoonheid, maar ging super. Voor de laatste bocht had ik eigenlijk niet meer gedacht dat jij zou winnen. Nee, maar ik moest even heel voorzichtig die bocht om. Omdat hij altijd een beetje zoekig is in de laatste bocht, maar nu niet. Nou, in de rechtuit trok de pop en die vloog. Nou, ik denk als ik op mijn oude dag de derby nog wil winnen, moet het met deze zijn volgend jaar. Ja, dat is een mooi vooruitzicht, een mooie droom. Bas, helpt het dan ook dat zulke paarden al meer starts hebben gedaan ten opzichte van de rest? Nou, kijk, ik heb deze wel wat starts gedaan om te leren en zo. En kijk, vorig jaar springt hij, dan kun je weer veranderen. Dan kun je wat, hè. Kijk, en Marco heeft weinig gelopen, want hij is heel trouw en makkelijk. Montoya had ook wat meer gelopen, ik weet niet hoe die gefinist is. Maar kijk, wel een beetje oefenen, zo is het wel. Maar ja, die... koersen mij te laat in het jaar, maar dat is volgend jaar beter. Volgend jaar is het andersom inderdaad met de TCT-klassiekers. Bas, hoe groot is de kans dat je straks met de Hilverprijs hier weer staat? Poeh, ik denk dat Megan Flevo's mijn beste van die merrie. Dat is echt een koerspaardje en die komt alle keren vliegt hij naar huis. Toppiekeur erachter, dus ik denk dat mijn beste kans is. Gaat in de gaten houden. Succes zometeen. Hartelijk dank. En dames en heren, Magnum de Liton is een 2-jarige bruine ruin van Varen uit River de Liton. Gefokt door de Franse Écurie de Liton in eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krebas en Bas reed deze paard ook zelf in deze klassieker. En hij wint hier in 1.15.8. Tweede de 1, Mr. Vredebest. En derde de 9, Jace Renka. Meerdere paarden waren hier niet reglementair gefinished, waardoor de officiële uitslag is 6-1-9. Foto's zijn gemaakt en de ereprijzen namens de NDR worden meegegeven straks aan Dennis Minema. En Bas rijdt voor de kijkers thuis nog een ereronde in de Jonkerprijs M. En die wordt gewonnen door Magnum de Liton. Start is gevallen, begin met de galopade voor Majestic. Majestic gaat van de benen en is ook niet te zetten. En de leiding wordt genomen door Mr. Vredebest. Uitgeschakeld nummer 5, galop nummer 5. Mr. Vredebest, galopade in de bocht van Master Find. Ook die valt ietsje terug en zo gaan de paarden de bocht door. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. En de leiding is in handen van Mr. Vredebest. Daarachter op de tweede plaats ligt Bas Krebas met Magnum de Liton. Plaats 3 is daarachter voor de trainingsgenoot Montoya Trans R. De vierde plaats volgt dan Bakker, die een goede start heeft gehad met Jace Renka. En voorlopig op de laatste plaats, maar wel aangesloten, is Michael W.
Dat zijn de vijf paarden die nog in de koers zijn. 16-4 de opening en het is Ebbingen die leidt met Mr. Vredebest. Mr. Vredebest, buitenkant schuin daarnaast, komt nu de druk opvoeren Magnum de Lytton. Daarachter gaat mee ook naar het tweede spoor Montoya Transair. Daarachter gaat Montoya Transair van de benen. Er blijft weinig over in deze koers. Montoya Transair ook in de fout. En zo hebben we er nog vier over bij elkaar. En die gaan... galop nummer 7. Nu de Z-Turf bocht door. Leiding in handen van Mr. Vredebest. Magnum de Lytton houdt de drukte aardig op. Derde plek is nu voor Jace Renka. En op de vierde plaats ligt Michael W. Halverwege de rechte lijn overzijde staat de koploper behoorlijk onder druk. Mr. Vredebest, hij wordt steeds sterker aan de buitenzijde. Magnum de Lytton, tussentijd 17-4. Daarachter aan de relingzijde Jace Renka. Gaat nu ook naar het tweede spoor en dan Michael W. Paarden gaan de laatste bocht in. Ja, nog altijd leidt Mr. Vredebest. Daar gaat aan de buitenkant Magnum de Lytton ietsje gas terugnemen. Heeft wat moeite met die bocht. En dat is precies halverwege de Tjarda-bocht. Daarachter gaat nu naar het derde spoor Jace Renka. En de vierde plaats is voor Michael W. Jonker, prijs M. De paarden komen in de laatste rechte lijn. En het is Mr. Vredebest die leidt. Mr. Vredebest is er nog niet. Aan de buitenzijde komt de aanval. Klap nummer 8. Komt de aanval van de twee paarden die nog over zijn. Mr. Vredebest, daar komt Magnum de Lytton in het midden van de baan. Die probeert alles. 13-8, de laatste 500 meter. En het is weer de Magic Hands van Bas Grebas. Zij is er overheen. Hij wint Magnum de Lytton. Tweede plaats daarachter is voor Mr. Vredebest. En plaats 3 voor Jace Renka. 15-8 voor de winnaar.